Zoals jullie weten ben ik dol op in patronen neuzen. En wat me de laatste tijd opvalt is dat er heel veel patronen zijn met mini grannies. Waarbij je dus een kleine granny haakt van 1 of 2 toeren. Hele kleine vierkantjes en daar kan je vervolgens hele leuke dingen mee samenstellen. Ja, deze maand bijvoorbeeld ook weer in Aan de Haak staat een hele leuke pet van mini grannies. Gemaakt door vriendin van de show Doreen van Op de Haakwolk. En ik merk dat ik nieuwsgierig word naar die mini grannies. En vooral naar de vraag, hoe snel kun je ze maken? En dat ga ik uitproberen. Ik ga een challenge doen, want ja, waarom niet? Ik ga antwoord geven op de vraag, hoeveel mini grannies kun je haken in 1/2 uur? En nou hoor ik je denken, 1/2 uur, Eve? Serieus, 1/2 uur? Kan dat niet wat langer? Nee, want dan is het geen challenge meer. Ik ga gewoon zoveel mogelijk grannies haken. In 1/2 uur? Ah! Oké, ik ben er klaar voor. Ik heb mijn haaknaald in de aanslag. Het is 9:23 uur. Dus ik mag haken tot 9:00 uur. Nou, weet je wat? We wachten tot de minuut omspringt, oké? Want ik wil wel de volle 30 minuten hebben natuurlijk. Ja, daar gaat hij al. Ah, daar gaat hij al. Ik mag haken tot 9:54 uur. We gaan zoveel mogelijk mini grannies haken. Ik ga aan de slag. Mijn idee is om de binnenkant van de mini granny... Dus het zijn 2 toeren maar, om de eerste toer steeds een kleurtje te geven en dan de tweede toer, dus de buitenrand, grijs te maken. Ik denk dat dat wel een leuk effect geeft. Dus ik begin steeds met 4 lossen. Hier maak ik een ringetje van en dan ga ik clustertjes van 3 stokjes maken. Wat is dat toch altijd met die challenges, dat je dan meteen zenuwachtig wordt? Dat je dan meteen heel wiebelig gaat haken. Oh. Ah, ik heb mijn schaar niet bij de hand. Wacht, even mijn schaar halen. Oké. Tja. Als je een challenge doet, is het natuurlijk wel handig als je alles zorgt dat je alles even bij de hand hebt. Oké. Dat is toer 1. Dan pakken we het grijs erbij. Dan zo doen natuurlijk. Dan hechten we aan in een losse opening. De stress die je in je lijf voelt bij de challenge. Als je weet dat je maar een paar minuten hebt. Dat is echt gek. Het zijn altijd clustertjes van 3 stokjes. Tenminste, bij de. Je hebt natuurlijk, net als bij gewone grannies, heb je bij mini grannies ook heel veel variatie in wat je kan doen. Hoe ingewikkeld je het kan maken. Maar ik doe nu gewoon de basic granny. Met clustertjes van 3 stokjes. Ik heb wisselende dingen gehoord over hoe lang mensen doen over deze grannies. Klopt dit? Ja. Er zijn mensen die doen er... Ik las ergens 1 mini granny in 60 seconden. Maar dat, ik denk dat dat een mini granny van 1 toer is. Want dat kan anders volgens mij gewoon niet. En ik vind een granny van 1 toer vind ik wel heel klein. Want kijk, als je hier natuurlijk nog een keer iets van wil maken, moet je ze natuurlijk allemaal aan elkaar gaan zetten. Dus als je dan grannies hebt van 1 toertje, wauw, dan ben je echt wel heel lang bezig met aan elkaar zetten. Dus ik ga het me voor de in elkaar zetfase even iets makkelijker maken. Nou, oké. Ontspan gewoon. Ontspan. Even tot rust komen. Anders komt het niet goed met deze challenge. Oké, knippen. Dat is 1. Volgende kleur. Ik ga trouwens de grannies alleen haken. Ik ga ze niet ook nog allemaal afhechten. Want mijn challenge was grannies haken. Dat gun ik mezelf even. Ik
gemerkt dat ik dat er niks tegen mag zitten. Dus elke steek die niet in één keer goed gaat, dat is echt... Ah. Ik merk dat het wel goed is. Ik wil echt trainen om dus mijn haaksnelheid een beetje te verhogen. Want ik zou heel graag gewoon meer af willen krijgen. En dan is het handig als je net iets sneller gaat haken. Ik merk al dat ik steeds sneller ga, maar stiekem is dit denk ik best wel een goede oefening om af en toe zo'n gekke challenge te doen. Oké. Halverwege. We hebben er al 3 af. Maar geen tijd om daar weer stil te staan. Want we moeten meteen weer door. Ik heb nog 14 minuten. Ik wil gewoon te snel. Dat kan blijkbaar ook. Dan word je slordig met insteken. En dan eigenlijk het resultaat is dat je dan eigenlijk juist langzamer gaat, zeg maar. Omdat je dan die steek elke keer overnieuw moet insteken. Het wordt wel schattig hoor. Het zijn zulke lieve dingetjes, die mini grannies. Want ze zijn dus ze zijn leuk in deze bonte kleuren. Maar ze zijn ook heel mooi in bijvoorbeeld in één kleur en dan in katoentje of zo. Of zachte pasteltintjes. En dit zijn natuurlijk ook ideale projectjes om even tussendoor te doen. Even snel een mini granny haken. Ik merk dat het lastig is om de snelheid de volle 30 minuten even hoog te houden. Maar hey, nummer 4. Goed, we hebben alle kleuren een keer gehad. Dan gaan we weer naar de eerste kleur. De concentratie wordt een beetje minder, merk ik. Dat is er weer een. Check. Oké. Okay. En weer door met groen. Het is een hele workout dit, mensen. Ik krijg een beetje moeie vingers ook van een één stuk doorhaken. De laatste paar minuten zijn ingegaan. De tijd vliegt. Een half uur is echt kort. En het is er weer een. Welke kleur deden we dan? Geel. Nog 3 minuten. Oh, mijn vingers, jongen. Die wil echt niet meer. Oh, spannend, jongens. Laatste minuut. Oh, ik haal hem nog bijna ook, hè. Oh, 54. Wauw, dat was stressvol, maar leuk. Oké, okay, hoeveel mini grannies kun je haken in een half uur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bijna 7. Hé, hey, wat een leuke projectjes. En kijk, als je deze dingen nou aan elkaar maakt, dat is toch hartstikke leuk. Ik denk dat ik af en toe maar eens even een paar mini grannies ga haken tussendoor. En dan zien we wel uiteindelijk wat het wordt. Ik vond het een hele leuke challenge. Ga zeker aan de slag met mini grannies, want ze zijn heel leuk om te maken.